Eerst moest ik lachen. Toen dacht ik van, ja, dat gaan ze nooit redden. Maar daar moet je eerst een concreet plan voor zien. Ik denk dat ze het niet gaan redden. Omdat het plan zorgt voor een enorme verstoring van de plek waar uiteindelijk deze vaargeul in het Drontemeer komt. Als daar gevaren mag gaan worden, dan is daar geen ruimte meer voor wat dan heet de grote karakiet en de roerdomp. Terwijl de provincie natuurlijk zegt dat dat wel is. Ze gaan allemaal maatregelen nemen en zeggen, kijk, als we dat dan doen, kun je en varen en komt die roerdomp en die karakiet daar toch. Dat is onzin. Dat zijn schuwe vogels, dus die komen daar never nooit. Er is gebleken uit onderzoeken dat de vaargeul nodig is voor het afwateren van het hoogwater van de IJssel richting het Drontemeer. En als zo'n prachtige vaargeul er ligt, dan ontstaat ook de gedachte, zouden er ook boten doorheen kunnen varen. Nou, de natuurvereniging die zal zich bezig gaan houden met het bestrijden van de noodzaak voor doorvaart. Die zal gaan geven dat er opnieuw onrust zal worden veroorzaakt. Op het moment dat je constateert dat het doorvaren met boten door de rietkragen en door de vaargeul dat leefgebied verstoort, kun je nadenken, wat kan ik er dan plaatsen, neerzetten of aanbrengen, waardoor ik er toch langs kan varen en daarmee niet het leefgebied van die vogels gaan verstoren. Hoe groot schat u de kans van slagen? Nou, alles wat ik er zo over gehoord heb en over onderzocht heb, ik ken nog niet het rapport van binnen en van buiten. Maar ik denk dat we behoorlijk op de weg zijn dat dat gaat plaatsvinden. Werkgroep Zwartendijk bereidt zich inmiddels voor op een bezwaarprocedure. En als het nodig is, stappen ze naar de rechter. Ik denk dat het een gewone procedure wordt, maar desnoods zetten we door bij de Raad van State. Er wordt hier 400 miljoen euro uitgegeven aan een project dat domweg niet nodig is. Het is een trieste constatering, maar dat is wel zo.